Juist ook een leuke, gezellige sfeer. Dat maakt het wel echt waard ook om te komen. Het is vandaag Wereldvrouwendag. En daarom organiseren wij voor alle bouwvrouwen ook een speciale dag. En we noemen dat Bouwvrouwendag. We staan hier in het mooie ADO-stadion. In de voetbalwereld is eigenlijk een beetje hetzelfde aan de hand als in de bouwwereld. In de voetbal moet je natuurlijk altijd samenwerken in het team. Je bent altijd met het team bezig en eigenlijk is dat in de bouw niet anders. Vrouwenvoetbal groeit omdat we hebben bepaalde successen behaald met de Nederlandse elftal. En daardoor merk je dat de populariteit groeit en dat heeft voor alle gronden effect. En ik denk dat dat ook in de bouw heel erg belangrijk is. Dat we die successen, de vrouwen die het dus bereikt hebben of die er gewoon werken en het heel erg naar hun zin hebben, die een podium geven en laten zien wat er voor nodig is. En ik denk als we daar met de vrouwen allemaal voor kunnen staan en gewoon het enthousiast maken van de nieuwe generatie, denk ik dat we echt een hele mooie dynamiek kunnen krijgen binnen de bouwwereld. Het mooie ervan vind ik dat je toch wel meer inzichten krijgt, ook bij vrouwen die op andere functies zitten in de bouw. Ik denk dat iemand die buiten werkt in de bouw, ziet dat het vrouwen echt ontbreken. Alleen ook een andere meid hier, die is ook timmervrouw, vind ik ook leuk. Van, hè, waar kom jij tegen, waar loop jij tegenaan? Nou, die werkt in een kleine bedrijf en dan zie je gewoon van, hey, maar bij jou gaat dat heel anders dan bij mij. Dus dat vind ik ook wel leuk om te horen. En daarna was er een klein groepje dat een rondleiding door het stadion heeft gehad door een enthousiaste ADO-fan. En het grootste gedeelte van de dames heeft in de gracht van het stadion een voetbalkliniek gekregen. In eerste instantie dacht ik, nou, ik weet het zo niet. Maar je merkte eigenlijk al heel snel, ook al ken je elkaar niet, je krijgt door samen te werken best wel heel snel een klik met elkaar. En ook tijdens de spellen, we hebben verschillende spelletjes gedaan, zag je echt met elkaar behalen van zo hoog mogelijke scoren. Dus dat was echt heel erg leuk om te zien. En dat is ook wel leuk om met andere vrouwen toch weer een soort uitdaging aan te gaan, lekker sportief. En zo, dan zie je ook maar weer hoe fanatiek iedereen is. Ja, en als dat hier kan, dan kan dat natuurlijk in de bouw ook.